Hoi allemaal, amazing dat jullie kijken. Vandaag gaan we weer een supersnel receptje maken. En dat is een mueslireep met pistachenoten en rozen. Wat heb je nodig? 125 gram cranberries of rozijnen. 3 rijpe bananen. 50 gram pistachenootjes. Die hebben we net met de hand gepeld. Oh my god, wat een werk. Pumpkin spice. Havermout. Ik heb een beetje grof gebruikt, want dan krijg je een beetje een knapperig ding. Maar kijk maar even wat je doet. En een scheutje rozenwater kan je gewoon in de supermarkt, kan je toch ook gewoon kopen? Turkse winkel, maar volgens mij elke supermarkt. Nou, in ieder geval overal waar je wilt. Kijk maar even. Dan 90 ml melk. Ik heb kokosmelk, maar ja, ook dat moet je even lekker kijken wat je wil. Een snufje zout, een blender, een kom en een soort bakblik met papier. Ik denk wel dat dit bakblik te groot is, maar dan vul je hem gewoon niet helemaal. We gaan nu de melk pureren samen met de bananen. Echt mega rijp. Awesome. Een scheutje rozenwater. Een snufje zout. En dan het allerbelangrijkste waarmee je alles lekker krijgt, de pumpkin spice. Ik gebruik een eetlepel. Oké. Het moet helemaal glad zijn. Dan doen we nu alle ingrediënten die je nog over had in de kom. Misschien moesten we de pistachenoten even hakken. We hebben eventjes een vijzel gepakt. En daar gaan we de pistachenoten gewoon heel even grof in hakken. Maar je kunt ook dus in de blender doen voordat je dus dit hebt gedaan. Het vijzel is hartstikke makkelijk. Maar je kan ook gewoon hamer pakken en het in een theedoek doen. Super goed voor je keukenblad. Zo hebben we hem dus gedaan. Het is echt zwaar. Nu loop ik dus ongelijk. Links mega veel gespierder dan rechts. We hebben de cranberries hebben we in de kom gedaan. En dan doen we daar nu de pistachenoten bij. Jij moet ook. Oh. De havermout doen we er ook bij. En het spul dat we dus net geblend hebben. Dat gaan we, want we hebben net natuurlijk supergoed onze handjes gewassen. Dat gaan we nu even met onze handen kneden. En we gaan het bakblik gaan we beleggen met bakpapier. Oké, alles is mooi gemengd. En nu gooien we het hierin. Kijk hoe pretty! We gaan ze nu 25 minuten in de oven doen. Halen we ze eruit. Gaan we nog even snijden als echte mueslirepen. En dan nog 10 minuten. Maar je begint ze met 25 minuten in de oven. Nu even wachten. Oké, ze staan nu 25 minuten in de oven. Ik heb er net heel even een bakpapiertje overheen gelegd. Want ik vond dat ze wel heel snel gingen. Kijk. Ik heb hem uit de oven gehaald. Ik heb hem heel eventjes 5 minuutjes laten rusten. Zodat hij echt mooi één geheel wordt. En nu ga ik hem snijden in de stukjes zoals jij wilt. Je mag hartjes maken, maar ik zal reepjes doen. Dat is weer makkelijker. Ik heb hem heel even op een ander bakpapiertje gelegd. Want ik had een beetje fanatiek gesneden, dus ik had het bakpapiertje kapot gemaakt. En nu gaat hij nog zo'n 5 minuutjes de oven in. Maar ik leg er wel een bakpapiertje overheen. Want anders gaat hij alsnog te hard. Die had ik hier. Oh, bakpapier. Ik heb hele grove havermout gebruikt, omdat ik dat lekker vind, want dan wordt het crunchy. Maar ik merk wel, als ik hem met dunnere havermout maak, met fijnere havermout, blijft hij wel iets mooier in echt een mueslireepvormpje. Nu breekt hij wel echt heel snel. Maar net wat je wil, knapperig versus handig. Oké, okay, ze hebben er 5 minuten in gezeten. Even kijken wat ze gedaan hebben. Voilà! Voilà! Voilà, dit zijn ze geworden! Ik ga een stukje proeven. Oh, het is wel heel fijn. Vooral de cranberry erin. Maar ik vind het lekker, want je proeft die roze en ik vind die roze smaak heel lekker. Hij is super makkelijk te maken. En je proeft lekker de pistachenoten. En dus het beetje het zuur van de cranberry. En een beetje het zoet van de pumpkin. Dus ben je weer een winnaar. Ongelooflijk. Echt, hoe kan het? Oké, doei!